Welkom in Gorgon. Vandaag twee bijzonder hooggeëerde gasten. Gasten die ook heel erg druk zijn, maar daardoor is het fijn dat we in Gorgon kunnen begroeten stadsprins Frans de Vierde en secretaris Herman Bordewes. Van harte welkom. Graag, leuk. Goedemiddag. Nou, en dan is het bijzondere van deze stadsprins, dat is uniek. Dat heeft iedereen intussen gezien, het is een vliegende stadsprins. En we maken er ook een vliegende start van, heren. Hoogheid, wat ik leuk zou vinden als u dat tenminste wilt vertellen. Op enig moment kreeg u bericht en een telefoontje of iets anders. Hoe ging dat nou precies? Nou, ik weet nog goed, dat was op Prinsjesdag. Toen belde me de president op, Peer de Siers. En ze zegt van, kun je praten? Ik zeg met de klant. Zeg maar, je wil zeker hem afspreken voor een proefrit, want ik wist dat hij een keer in de auto iets wil rijden. Zeg, je wil zeker vrij. Nee, ik wil ergens anders voor. Ik zeg, oh. Dus ik zet die klant in de showroom, ik moet even wat ophalen. Ben ik naar buiten gelopen. En toen zei Peter van, ze bent de verkozene. Ik zeg, waar heb je het over? Want ik was natuurlijk, ik had de gedachte totaal niet bij. Ik was met die klant bezig om auto samen te stellen. Hij zegt, stadsprins voor ons, van de cadeauster. Nou, toen was het een paar seconden stil. Kreeg ik adrenaline stoot van, ja. Jezus, wat is dit? Tegelijk gezegd, dat gaat door. Toen moest hij lachen. Ik zei, ja, maar wacht even, zegt hij. Moet je die thuis overleggen? Ik zei, nee. Zei, dat zit wel goed, want mijn vrouw Marian, mijn schoonvader Johan Schreur toen die tijd, die was hoogheid in Losser. En Marian die vond het altijd geweldig, dus van die kant was dat sowieso mooi. En de dochters, ja, ik heb drie mooie dochters, maar de jongste twee, Joanneke was de jongste, die was toen 10. En vorig jaar stond ik ook op het lijstje van de verkozenen, wie gaat het worden? En ik werd niet verkozen en de jongste werd daar, laat ik zo zeggen, heel emotioneel van. Papa, je bent alweer niet gekozen. Dus ik wist wel dat het die hoek ook goed zat. Dus dat vond ik geweldig. Alleen, ik heb wel tegen de president gezegd, zeg maar, mijn secretaris wordt. Ho, ho, zegt hij, dat bepalen wij. Ik zeg, ja, je kunt het wel bepalen, maar één ding, ik ga het doen, sowieso, maar mijn secretaris moet dan Herman Bordewes worden. Zo. Toen was hij even stil. Toen moest hij lachen. Hij zegt, dat wordt een heel bijzonder jaar. Maar ja. Dat gaat door, zei hij toen. Ja, ja. dat wist de secretaris informeel zelf ook al als... Nee, de secretaris die... krijgt ook zo'n telefoontje en er wordt niet bij gezegd wie de prins is. Oh? Dus je kunt ja of nee zeggen. En dan, dan later kom je door wie de prins is. En maar daar had je wel een heel vaag idee van. Als je niet zo heel veel vrienden hebt, dan. Ik heb ook niet zoveel keuze. Nee, en de jongeren gaan het zelf nooit doen. En, ik had een stille hoop. Ik denk, nou, als het Frenske is, dan ga ik ervoor. Maar hoogheid, het is gebruikelijk bij de cadeauste minnetjes, eigenlijk bij het carnaval. Ook al kennen we elkaar goed of minder goed. Maar we spreken elkaar aan in de periode dat de hoogheid is van Oldenzaal. Dan spreken we elkaar aan met u. De hoogheid hoeft uiteraard geen u tegen mij te zeggen. Maar ik spreek de heren aan als u. Dat lijkt formeel. Etiketten, en die houden we in stand in Oldenzaal. Hoogheid, dan hebt u het telefoontje gehad. En dan is de adrenaline iets naar beneden getrokken. Ja. En dan wacht u het volgende telefoontje af of de secretaris ja heeft gezegd. Maar daar ging u vanuit waarschijnlijk. Ja, maar dat is niet gebeurd, want op Prinsjesdag is dat, de dag daarna geloof ik, is dat bij de secretaris bekendgemaakt. Dus ik mocht ook niks zeggen. Of de president heeft me ook netjes gezegd van... rustig afwachten, wij gaan de rest opvolgen en dan word je vanzelf op de hoogte gebracht van de volgende gang van zaken. Het eerste wat ik wel gedaan heb, dat mocht ik wel, is thuis Marian, mijn vrouw. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb natuurlijk, toen ik die klant die auto verkocht had, netjes afscheid genomen heb. Oh, u hebt hem niet weggestuurd? Nee, ik heb hem niet weggestuurd. We hebben dat netjes gedaan, maar ja, je staat natuurlijk vol emotie, gewoon geweldig. Ja. Dus ik belde Marian op, zei, heb je nog even tijd vanmiddag? En het is net, ja, mijn vrouw die weet alles, die zal er drie slagen vooruit als mij. Zeg, ik moet even met jou praten. Ja, zegt ze, voor mij heb ik al gevoel wat het om gaat. Je komt normaal ook niet zomaar tussendoor thuis. Ga maar lekker door met werk, ik weet wel, ik vind het geweldig. Meer zei ze niet. Fantastisch. Dat is echt net of ze dat... thuis vond. Ja, echt gewonnen, gewoon geweldig.
Maar ze genieten er ook van. Ja, ja, elk moment van de dag. Ja. Maar dan, want het is heel interessant, denk ik, voor de kijkers en de luisteraars. Dan is die adrenaline gezakt. De echtgenote zegt, ik weet waar het over gaat, doe het maar. De kinderen zijn enthousiast. En dan zie je uiteraard de secretaris, de toekomstige secretaris. En dan gaan jullie met elkaar in overleg. Hoe gaat dat verder? Nou, dat was de dag daarna. Toen moesten we hebben afgesproken op een plek. Uiteraard niet thuis, op een gegeven moment plek. En dat ging wel goed, want mijn ouders die waren op vakantie. En daar hebben we met de president afgesproken, Peter Siers, de vorst. Bert hebben we ermee afgesproken, Bert Kok. Ja. En dan met de dames erbij gelijk, van hun kant. Nou, en wij, dus Herman, mijn secretaris met Lilian. En dan Tolle Tuut, zo noemen ze mijn vrouw, noemen. Ja, ja, ja. Tolle Tuut van de Hoogheid. Ja. Hebben we daar de dag daarna s'avonds bij elkaar gezeten. En uiteraard, eerst de president heeft een fles champagne aangeboden en gefeliciteerd. Ja, en dan begint het, hè. En dan krijg je het draaiboek en dan begin je langzaam alles door te nemen. En dan komt er iets heel veel op je af. Maar wel geweldig. Maar u kende natuurlijk vanuit de jeugd al het hele carnavalsgebeuren. Het is niet, ja, dus wat er gebeurt in Oldenzaal, dat is natuurlijk bekend. En dan begint het hele gebeuren. En was dat in november, oktober, november? Dat was in november, geloof ik. Hè? Nee, in oktober al ben je genoodzaakt om iemand te vinden die jouw pak wil maken. Nou is dat altijd prachtig pak. Een prachtig pak. De onderscheidingen die moeten ontworpen worden. Ja. Briefpapier moet gemaakt worden. Er zijn een aantal stappen die je vroegtijdig, zo'n pak maak je niet even in de dag. Nee, nee. Dus dan komt die voorbereidingstijd. En daarin is secretaris Herman natuurlijk ook zeer bedreven. Ik bedoel, u hebt alles ook meegemaakt. En dan komt de grote dag, de zaterdag van Prinsenbal. En wat gaat er dan 's morgens door je heen als je wakker wordt? Nou, ik bleef heel rustig. Ja, dat klinkt raar, maar ik heb gewoon alles voorbereid. En ook, ja, wat ga je vertellen? Ik had mooie dingen in speech in mijn gedachten gedaan. En ik weet nog wel dat de vorst heeft me die dag 3-4 keer, geloof ik, gebeld. Ze zei, ben je al zenuwachtig? Ik zei, nee. Nou, de laatste keer, dat was, geloof ik, tegen... zeg, kom maar iets later binnen, tegen 9:30, dat je dan naar Rouwers gaat. Maar hij belde mij nog tegen 7:00 op. En ben je al zenuwachtig? Ik zei, nee. Nou, dan word ik nu zenuwachtig. Ja, want dat is niet normaal. Ja. Maar het moment dat ik naar boven ging, en dan gaat de president met je mee, dan drink je samen een biertje, dan doe je het kostuum aan, het gebeuren. En dan ga je naar beneden naar de doors toe, zeg maar. En toen ik naar de doors ging, toen dacht ik van, boom. Nou wordt het echt. Nou wordt het echt. Nou serieus. Want ik dacht, ik kon dat me nog niet geloven. Het is gewoon een film die voorbij gaat. Ja, zeker. Hij zegt van, je zit in een soort roes. En toen ging ik in die doors zitten en dan was ik toch, ja, had ik allemaal dingen voorbereid. Denk, oeh, wat ga ik allemaal vertellen? En ik ga in die doors. En Marianne had mij een lampje meegegeven. Ik ben nog wel claustrofobie als het donker is. Oh, ja. Denk van ja, lampje. Ik denk dat lampje mee. Helemaal zo in de doos. Nou, nee, je kan wel goed zitten. Oh. En dan ga je in die doos zitten, naar het lampje mee. En ik moest in één keer lachen. Ik moest aan twee personen denken. En dat is werkelijk waar. Dat was aan mijn schoonvader en naar de bakker. Het bakje, dat is een vriend van ons, die hebben wij twee dagen ervoor weggebracht. Ik denk, die zit met elkaar mooi boven. Je bedoelt Gerard? Ja, Gerard Pinnis. Gerard Pinnis, ja. Dan begin ik met eerst eens, want het was met de paling gebeuren. Dus ik denk, nou, ik kom als bootje, lampje in de mast, zeg maar, van het bootje. En dan een beetje begint te zwaaien om een beetje, ja, kijken wat gaat er gebeuren. Fantastisch, ja. Dan ging ik gewoon spontaan en toen ik maar de veer van de stekenpaak op neergegaan. En ik denk, nu ga ik eruit. Ja. Ja, dat moment. Geweldig. Ja. Autosport, racerij, Dakar heb ik gereden. Ik heb Daytona Amerika gereden. Daar komt 300.000 man op af. Daar heb ik allemaal gestaan. Maar dit, Stadsprins van Oldenzaal, dat klinkt raar. Daar kunnen die andere dingen niet tegenop. Dit is iets echt heel bijzonders. Dit wordt er absoluut niet uitgeknipt. Tony van der Meche knipt nog wel eens, maar hij zegt om te hoogheid... Ja. Dit kan nergens tegenop. Dat is toch, als je Dakar rijdt en je bent hoog in de paardensport, zoals de hoogheid was. En deze uitspraak is voor Oldenzaal fantastisch. De secretaris was vooraf niet nerveus, maar was wel heel druk geweest. En dat bewijs ligt ook vast op veel foto's, want hij had geen tijd gehad om zich te scheren. Ja. Dat was om u zo onherkenbaar mogelijk te maken. Nee. Het is zo dat je... Kijk, ik ben natuurlijk nog wel actief in de carnaval al meer jaar. En
als secretaris kan ik natuurlijk alles wat ze mij vragen bij de optredens voordien, voordat de hoogheid eruit komt. Ja, ja. Daar kan ik geen nee gaan zeggen. Want nee. Dat heb ik me nooit gedaan. Dus als ik dat nu wel zou doen, zou ik de indruk wekken van... Er is iets bijzonders. Er is iets bijzonders aan. Ja. En nou, daardoor mocht ik als een van de ketsleden en playbacken op het podium. Ja. Ja. En toen ging alles natuurlijk verschrikkelijk snel. Ja. En toen dacht ik, ik zal de hoogheid even iets voor de gek houden en ik kom met het baardje op. Ja, dat is ook wel gelukt. Maar hij herkende u wel. Nee. Nou, twee seconden. Ja. Nou ja, dat is toch een fantastisch verhaal. Dat is wel lang. 2 seconden of 10 seconden later raak ik dat ding wel af. Ja. Maar even, we komen natuurlijk, ik hoop niet, meneer Herman Bodevers, dat u mij dat kwalijk neemt, maar hij is wel de hoofdpersoon. Ja, dat, dus ik dat, zal dat het... is zo. Maar even terug, voor u is het net zo mooi als voor de hoogheid? Ja, het is geweldig. Maar dat komt ook door de hoogheid. Kijk, als je daar zo'n kerel naast je hebt staan, die er nu staat... Met een prachtig pak. Ja, met een prachtig pak en elke dag enthousiast en... Elke dag goed voorbereid op wat komen gaat, want dat is belangrijk. Laat het niet aan het lot over, breed je voor, dan is het genoeg om te doen. Ik hoorde net zeggen, even buiten beeld, dat er vanmiddag veel meer afspraken zijn voor dit duo. En toen zei de secretaris iets tegen de Hoogheid Frans, en toen zei Hoogheid Frans, dan moeten we dat zo nog wel even voorbereiden. Nou ja, weet je, ik was een klein jongetje en toen ik woonde in Hengelo en... ging met mijn ouders hier naar Oldenzaal. Ik weet nog waar ik stond bij de Stegen in de Marktstraat. En daar zag ik in die, dus jaren geleden, Prins Jaap Keizers, senior. Dus ik weet niet precies wanneer het was, maar ik was klein in ieder geval. En dat maakte zo'n geweldige indruk op mij. Maar het moet hetzelfde zijn voor de hoogheid die straks in de Prinsenwagen staat. Ja, dat schijnt het mooiste te zijn. Dat je natuurlijk de Twentse carnavalsoptocht. Dat, ja, dat hoor je van alle oud-hoogheden. Het schijnt iets heel bijzonders te zijn. En wat ook heel mooi is, wat ik hoor, is straks de wagen aanbieden. Ja, aanstaande vrijdag. Dat is vrijdagavond. Daar hoor je ook van heel veel oud-prinsen. Dat schijnt ook heel geweldig te zijn. Eigenlijk is dit een verspreking, want ik zou eigenlijk moeten zeggen, maar dat hoeft niet hoor, want het is iets vroeger. Maar eigenlijk had ik moeten zeggen, en dat is vanavond. Want dit wordt vanavond uitgezonden. Maar dat doen we niet. We zijn transparant en eerlijk in Oldenzaal. Dus het interview is iets eerder dan het aanbieden van de Prinsenwagen. Maar nog eventjes, nou gaan we veel te hard. Want dit weekend wordt natuurlijk, ja dat is niet het weekend, want het is al 6 weken feest. Maar dit weekend wordt natuurlijk helemaal geweldig. Maar nog eventjes over de afgelopen tijd. Iedere dag is dus anders. Ja, voor mij, ja, nou goed, ik kan mijn secretaris ook beamen. Ik heb een boek, een agenda, zeg maar. Daar staan alle dingen in, de activiteiten die je gaat doen. Maar goed, ik heb er wel gevoel bij. Maar het blijft iedere keer spannend. Kijk, we zijn natuurlijk met ziekenbezoek geweest. Oud-gedienen van oud-prinsen zijn we geweest thuis, die niet meer goed te been zijn. We gaan dan naar de politiegala toe. De evenementen natuurlijk, wat we al meer gemaakt hebben. De gala's allemaal. Ja, het is allemaal... of de proms schijnt geweldig te zijn geweest. Geweldig, ja. Maar is het, ik trap nu even een open deur in. Is het niet heel, heel vermoeiend? Nou, laat ik zo zeggen, Wim. Ik heb vanaf de eerste seconde dat ik ja gezegd heb, tot nu nog geen 1 seconde spijt gehad. Om wat er nu gebeurt. Ik vind het grandioos. Ik vind het nog maar... Een kleine week is het alweer voorbij. Ja, jammer. Jammer, ja. Jammer. Jammer. Ja. Maar daar is de secretaris natuurlijk voor om op tijd... de hoogheid... Ja. Dan krijg je te pakken de rustmomenten. Ja, de secretaris hoogheid heeft mij een geheim toevertrouwd. Ik moest hem natuurlijk bellen om de afspraak voor dit interview te maken. Op vrijdag. Vanavond wordt de Prinsenwagen aangeboren. En... Toen heb ik gevraagd, hoe gaat het? Nou, fantastisch. En u kreeg ook grote complimenten van hem. Maar hij zei, ik heb 1 ding aan de hoogheid gezegd. Hoe laat je ook in bed komt, je moet proberen om 8 uur slaap te krijgen. Nou, dat ik niet. Dat red je niet. Maar we hebben 3 dochters thuis. De wekker gaat 's morgens 7:15. Ja. En daar ben ik ook wakker. En dan ga ik natuurlijk wel even de dochters even een beetje doen met mijn vrouw. Want ik vind het huiselijk, dat vind ik heel belangrijk.
vooral ook in deze tijd is natuurlijk wel, ik zie ze weinig, natuurlijk wel met de leuke feestjes. Ja. Maar dat zijn wel momenten die moet wel even met de, vind ik, met het gezin pakken met elkaar. Ja, absoluut. Maar wat mij heel erg leuk lijkt, interview hier is ook daar een voorbeeld van, maar natuurlijk de hele tijd. Er wordt veel gefilmd, gefotografeerd. Dus ik denk zelf dat het nagenieten, je zult wel moe zijn denk ik na zo'n periode, maar het nagenieten van bijvoorbeeld deze vliegende start, is natuurlijk ook heel bijzonder straks. Dat denk ik wel, geweldig. Het is maar, ja, je leeft nu in een roes, het is een film die afgedraaid wordt. Als je me nu vraagt, Wim, van wat heb je voor anderhalf week geleden gedaan, moet ik echt de agenda weer terugpakken? Ja. Maar ja. Je kunt het dan niet bijhouden. Ja, maar mag ik u nou een onbescheiden vraag stellen, Hoogheid? Wat doet nou eigenlijk zo'n secretaris erbij? Nou, voor de gezelligheid natuurlijk. Maar het is mijn oudste broertje, zo zeg ik altijd. Want vroeger heeft hij altijd opgepast. En B, hebben we samen veel lol. Maar je hebt helemaal gewoon mijn secretaris nodig voor alle dingen te regelen omheen. En ik denk dat hij veel druk is als ik. Ja. Maar excuus, Herman, voor deze onbescheiden opmerking van mijn kant. Nee, maar goed. Een Hoogheid is er eigenlijk. Die moet genieten van elk moment. Ja. En normaal dingen vragen voor de agenda of andere dingen doe je nooit meer de Hoogheid, doe je met de secretaris. Nou, dat is, dat heb ik vaker gehoord. Het is misschien niet bekend, maar wij hebben bij de rubriek Groot gewoon ook al een andere Hoogheid en secretaris gehad. Ja, van Prins Huub en zijn secretaris Ruud. Ja. Maar die zijn toch weer vertrokken naar het zuiden. Want die, Simpelveld. Ja, naar Simpelveld. Want toen zij over u beiden hoorden, zei, dan gaan wij gauw weer weg, want dat redden we nooit. Geweldig, die twee. Ja, dat is. Nee, maar dus en vanuit die setting, zeg maar, als zoon van een ondernemer, een auto-ondernemer. Ja, dus die kant heb ik meegemaakt. En mijn moeder natuurlijk, daar zit het in het bloed van mijn moeder van Sleerbos. En mijn oom Harry Sleerbos is mijn hofchauffeur. Ja. Die waren vroeger in die periode deze meest clowns. Die elk jaar mee in de optocht met een leuk act. Dus ik ken niet anders. Het zit er gewoon in de familie. Ik heb dus Frans Münsterhuis is nu al 6-7 weken in de belangstelling. Hij vliegt met zijn secretaris, zeg maar, Oldenzaal rond en de omgeving. En hij geniet. En de uitspraak die u net deed, die zou ik nog één keer zeker in beeld willen hebben als Tony hem er niet uitknipt. U zei, ik ben stressbestendig, ik ken de paardenwereld, ik ken de racewereld, maar wat zei u daarna? Dit is toch iets? Om stadsprins van deze mooie stad te mogen zijn, ja, dat kun je niet vergelijken met al die andere dingen wat ik gedaan heb. Dit is iets bijzonders, daar maak je maar één keer je leven mee. En dat hoor je ook van de oud-prinsen, dit is iets unieks in de wereld, daar kun je niks mee vergelijken. Dit is echt iets heel bijzonders. Nou ja, dat is voor Oldenzaal toch in de omgeving fantastisch te horen. Daar zit een oud-prins, Herman Bordewes. Geldt dat voor u ook? Ja. Ja, ik denk dat dit uniek is. Daar kun je bijna niks mee vergelijken. Zo mooi? Dit is zo mooi. Het is uiteraard intensief, maar het is geweldig om dit te maken. Ja, u hebt alleen één ding niet meegemaakt als stadsprins en dat was een interview bij Groot gewoon en dat is natuurlijk weer een bijzonder voorrecht. Maar goed, dus we halen nog een klein beetje samen in. Hoogheid, wij eindigen een interview in de rubriek Groot gewoon met het bedanken uiteraard voor het feit dat u hier in deze drukke tijd aanwezig wilt zijn. Wij hebben een wens voor elkaar, Groot gewoon. Maar voordat we dat doen, zou ik het heel erg op prijs stellen dat u uw motto nog even voordraagt, samen uiteraard in tegenwoordigheid van de secretaris. Secretaris, hoeveel versnellingen doen we? Lijkt me 3. 3? Ja. Met auto's en praalwagens. Wet wie waar rood. Bang, 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 bang. En carnaval, dat viert wie op straat. Aha, dit zijn de 3 versnellingen. Ja, we hebben zo wel eens met 8 versnellingen, maar dat hoeven jullie niet aan. Nou, fantastisch, fantastisch. Prins Frans de Vierde, zo mag ik u ook aanspreken. Goed gewoon. Goed gewoon, Wim. Goed gewoon, Sik Herman.